Daar zit u. U mag wel even binnenlopen. Ik heb vanaf morgen vakantie. Tot eind juli blijf ik weg. Dat zult u wel prettig vinden. Ik weet het niet. Het vooruitzicht om de hele dag thuis te zitten. Ik werk hier graag. Ik ben hier graag. Ja, ik ook. Weet u, ik zou je eigenlijk wel iets willen vertellen. Ik weet alleen niet of het verstandig is. Misschien vindt u mij belachelijk. Maar toen ik hier voor het eerst kwam en buiten het kantoor voor het eerst zag, toen schitterde de zon in mijn ogen en toen zag ik mijn eigen naam op de gevel, tussen die van meester Carleon en meester Rustenburg. Dat is toch heel merkwaardig. Juffrouw de Georges, zo laat nog aan het werk. Meneer Catadreuve wilde de bibliotheek eens zien. Dat is natuurlijk uitstekend. Maar ik wilde hier zo gaan afsluiten. Laat u zich dan niet weerhouden. We zijn hier klaar. Meneer Catadreuve, nog een prettige avond. Meneer Rentstein? Meneer Rentstein? Meneer Catadreuve, hè? Meneer Catadreuve? U werkt nu al enige tijd bij ons. En het is mij opgevallen dat uw oorspronkelijke ambitie nog niet aan kracht heeft ingeboet. Sterker nog, ik begrijp van meester de Gankelaar dat uw studie bijzonder voortvarend verloopt. Oh, meester de Gankelaar overschat me wel eens, denk ik. Ik geloof dat dat u nauwelijks te overschatten bent, meneer. Maar ik voel het als mijn plicht u erop te wijzen dat er voor mensen van uw komaf weliswaar mogelijkheden liggen op dit kantoor, maar dat die niet geheel onbegrensd zijn, begrijpt u? Ik begrijp het. En ik stel het bijzonder op prijs dat u de moeite neemt om mij daarop te attenderen, meneer Rentenstein. Geen dank. Ik neem aan dat u uit eigen ervaring spreekt. Gee, but I'm blue and so lonely. I don't know what to do. De ontmoeting met juffrouw de Georges. Haar reactie op mijn visioen. Zij hield me een aantal nachten uit mijn slaap. En ze speelde nog steeds in mijn gedachten toen Jan Maan mij 3 weken later aan zijn nieuwe verloofde voorstelde. En je zou vergeten te eten te geven, want ze vergeet altijd alles. Nou, moet hem horen zeg. Lelijke steenkaap. Temperament, hè? Ja, Kobe. Leren kennen in het warenhuis op de Lange Dreef. Vonden mijn ouders maar niks. Trekt de hele dag allerlei slagvolk langs Jan. Ik ken nooit wat wezen, zegt mijn moeder. Kobe. 2 weken later zou ze er vandoor gaan met een ander. U denkt dat het een enorm toeval is dat wij elkaar hier treffen, maar toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet? Wie zegt dat? Ik, maar er zijn vastgeleerde theorieën over. Ik sta daar. Heeft u al gezwommen? Nee, nog niet. Ik ben er net. U? Vanochtend heel even. Maar als u er zo meteen induikt, dan zwem ik graag nog eens met u mee. Tenzij dat ongelegen komt natuurlijk. Nee, helemaal niet. Het is alleen... U kunt toch wel zwemmen? Ik heb geen badpak bij me. Alleen maar boeken. U komt hier. Ik kom hier eigenlijk alleen maar om te studeren. Ja. Ik had het kunnen weten. Maar misschien wilt u een wandeling maken. Een wandeling? Heeft u daar wat tijd voor dan? Ja. Ja. Anna? Hallo. Al omgekleed. Ja. En wie is dit hier? Dit hier is iemand van kantoor. Ah, Van Rijn is de naam. Catadreuve. Juist. Een sigaret? Nee, vriendelijk bedankt. Lorna, jij? Nee, dank je. Verrukkelijk hier, niet? Lorna.
Dat was de eerste keer dat ik haar voornaam hoorde. Die vent noemde haar Lorna. Vrienden van u? Vrolijke kwanten. Ja, ik geloof dat ik maar eens moet gaan kijken wat er aan de hand is. Er is nog genoeg kennis te maken hier. Van Rijn, insgelijks. Merkwaardige vent, zeg. Wie zijn dat? Mensen van kantoor. Ik ga naar huis. Hè? Nou hoor, we zijn er net. Spijt me, ik heb echt barstende koppijn. Jacob. Van Rijn. Jacob. Ze had het nooit over een meneer Van Rijn gehad. Nooit. Ze was ook nog nooit door een meneer Van Rijn gehaald of gebracht. Meneer Katteldreuven. Meneer Katteldreuven. Meneer Katteldreuven. Het spijt me dat ik u moet lastigvallen, maar meneer Stroomkoning wenst u dringend te spreken. Hij verwacht u over een half uur. Meneer Katteldreuven, ik weet niet of het u te oor is gekomen dat er de laatste maand op kantoor sprake is geweest van enkele kastekorten. In verband daarmee heb ik zojuist meneer Rentestein van zijn functie ontheven. Ik neem aan dat u daar niet rouwig om bent. Ik in ieder geval niet. Bent u zeker dat u niets wilt eten? Nee, dank u wel. In dat geval zal ik meteen ter zake komen en u een voorstel doen. Meneer Stroomkoning benoemde mij tot zijn nieuwe kantoorchef. Maar we waren nog niet van Rentestein af. Meneer Katteldreuven, allereerst mijn felicitaties met uw welverdiende promotie. Ten tweede, Breivraven wil zijn geld terug. Onmiddellijk. Het hele bedrag. Binnen 3 dagen. Nu? En ik zit vlak voor mijn examen. Hij wil je failliet. Er is al een aanvraag onderweg naar de rechtbank. Maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Vorige keer had ik een schuld bij de bank, plus een huurschuld. En nu heb ik maar 1 schuldeiser. Wie maar 1 schuld heeft, die kan niet failliet. Dat is juist, maar dan weet Reverhaven toch ook? Nou in? Hij bluft. Ik heb maar 1 schuld en dat is bij hem. Bij niemand anders. Als jij failliet gaat, kan Stroomkoning je onmogelijk houden. Niet nu je zijn kantoorchef geworden bent, dan verlies je alles wat je hebt. Reverhaven heeft geen poot om op te staan. Ik ga mee als je advocaat. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat is absoluut niet nodig. De maatschappij voor Volkskrediet versus Jacob Willem Katteldreuven. Ik zie dat u bijgestaan wordt door meester De Gankelaar. Jazeker, meneer de president. Mooi. Het gaat hier om een schuld. Het gaat hier om een schuld bij de... Bij de maatschappij voor Volkskrediet. Wordt deze schuld door geregistreerde erkend? Jazeker, meneer de president. En heeft geregistreerde nog meer schulden? Nee, meneer de president. Ik heb slechts 1 enkele schuld. Excuseer, meneer de president. Mijn cliënt heeft verder geen andere schuld. Is dat juist, meneer Schuwacht? Dat is onjuist, meneer de president. Dan bent u verkeerd ingelicht, meneer. Meneer de Gankelaar. Meneer de president, laat ik allereerst opmerken dat geregistreerde eerder failliet is geweest. Een faillissement dat weliswaar is geëindigd met integrale betaling, maar sindsdien heeft geregistreerde opnieuw schulden gemaakt. Dat is niet waar, meneer de president. Meneer de Gankelaar, als uw cliënt nog 1 keer onderbreekt, laat ik hem verwijderen. Dat zal niet nodig zijn, meneer de president. Ik heb mijn inlichtingen uit de beste bron, meneer Katteldreuven. Op de uitdelingslijst van uw vorige faillissement komt een postje voor onder de activa onderhandse verkoop boeken 15 gulden. Die 15 gulden heeft meneer de Gankelaar destijds betaald om publieke verkoop van de boeken te voorkomen. Meneer de president. Maar de geregistreerde is nog steeds in het bezit van de boeken, dus komt het erop neer. Meneer de president. Dat meneer de Gankelaar schuldeiser is geworden voor een bedrag van 15 gulden dat nog niet is afbetaald. Meneer de president, als u me toestaat, wil ik verzoeken om een korte schorsing. Een korte schorsing, alsjeblieft. Spijt me, Schuwacht heeft gelijk. Ik heb er inderdaad jouw boeken gekocht om te voorkomen dat er beslag op werd gelegd. Maar er is niks aan de hand. Ik schenk jou die 15 gulden gewoon. Nee, begrijp het niet. Ik schenk je die 15 gulden en dan is de hele